welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een kledinghaul voor jullie. Ik heb een kledinghaul van Zafool. Ik kende Zafool echt totaal niet. Zafool is ook een Chinese website. En het lijkt een beetje op AliExpress, Shein en dat soort websites. Ik had er helemaal niet van gehoord. Deze video is een samenwerking met hun. Ze hadden mij benaderd en ik dacht echt, wat is Zafool? Maar het kwam me heel vaak bekend voor. En toen had ik het opgezocht. En toen zag ik echt superveel video's over Zafool. Ook een heleboel Nederlandse YouTubers hebben video's gemaakt over Zafool. En toen dacht ik, oké, misschien heb ik het gewoon een keertje voorbij zien komen hier op YouTube of whatever. Maar ik ben echt totaal niet bekend met Zafool. Ik heb er nog nooit besteld. Ik had echt geen idee wat het ging zijn. Dus ik ben de samenwerking aangegaan, want ik was heel benieuwd naar alle kleding. En het is allemaal binnen. Ik heb het allemaal al aangedaan. Dus alle aanbeelden die je straks gaat zien in de video zijn gemaakt op een andere dag. Dus vandaar dat ik er op die beelden een klein beetje anders uitzie. En ja, ik heb echt super veel kleding die ik jullie ga laten zien. Als je iets wilt hebben wat je ziet vandaag, ik zet ook allemaal linkjes beneden in de beschrijving neer. En je kunt dan gewoon alles lekker makkelijk shoppen. Je hoeft geen douane of niks te betalen. Dat heb ik ook nooit bij AliExpress en Shein. Ik weet niet waarom dat is. Ik weet niet wat de reden is dat je geen douane hoeft te betalen als iets vanuit China komt. Maar in principe hoeft dat nooit. En ik bestel al bij AliExpress volgens mij echt al 10 jaar of zo. Toen was het hier nog niet eens bekend. En alle Zafool kleding komt ook vandaar. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Alles is weer super goedkoop. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen aan deze superleuke video. Als je benieuwd bent naar deze make-up look. Deze make-up look heb ik gemaakt in een video waarin ik de make-up lijn Florence by Mills heb getest. Wat heb ik op mijn lippen? Want ik had in die video iets anders op. Ik heb Morphe Lip Pods loodje op in de kleur Honeymoon. Die heb ik opgedaan samen met deze lipstick van Kiko in de kleur 327. En dan deze NYX Butter Glass in een mooie lichtroze kleur. Dit is de kleur Crème Brûlée. En that's it. Ik ga jullie allemaal laten zien wat ik heb geshopt. Ik ga beginnen met een broek. Jeans. Ik heb hier deze zwarte broek daar besteld. Ik ben altijd heel bang met broeken. Ik bestel echt bijna nooit broeken. Want qua broeken, die maten en zo, het past altijd echt voor geen meter. Ik weet ook echt nooit welke broekmaat ik nou precies heb en zo. Dus het gebeurt niet vaak dat ik broeken bestel. Als je een heleboel shopvideo's van mij hebt gezien, shoplogs video's, dan zie je ook dat ik echt bijna nooit broeken bestel. Maar ik heb het gewoon toch gewoon gedaan. Deze zwarte high-waist jeans met allemaal zo gaten. En hier beneden heb je ook echt heel veel gaten bij de enkel. Hier aan de andere kant ook. Het is gewoon een vrij normale zwarte high-waist jeans. Het enige wat het apart maakt zijn al die gaten. En hij leek mij wel leuk. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon bestellen. Helaas is de maat niet zo goed. Oké, jongens, dit is dan de broek. Hij is echt te groot voor mij. Kijk hier helemaal. Kijk ook dit. Hier zit hij helemaal los. Hij is helaas te groot voor mij. Hij heeft wel echt heel veel stretch. Maar ik vind de broek niet zo. De kwaliteit is ook niet zo goed. Het is best wel zo'n slechte jeans kwaliteit. Ook was het gat van de knoop te klein voor de knoop. Dus het kostte mij echt veel moeite om de knoop er doorheen te krijgen. Het doet ook niet echt iets voor mijn lichaam of zo. Ik weet, voor de prijs moet ik ook niet veel verwachten. Maar de Primark heeft ook lage prijzen. En daar is het gewoon goed. Dus ja, ik vind deze broek, ik vind het echt helemaal niks. Dan heb ik hier deze super cute topje met baby girl erop. Deze leek mij gewoon heel leuk voor everyday. Gewoon met jeans en sneakers en klaar. Het is niet iets heel spectaculairs of iets heel aparts. Ik vond het gewoon heel cute. Hij is gewoon helemaal wit. Hij is lekker stretchy. Het materiaal is ook best wel goed. En ja, hij is gewoon echt best wel leuk. Oké, jongens, dit is dan de top. Ik vind het echt heel cute. Hij schijnt ook helemaal niet door. Dat vind ik best wel apart voor een witte top. Ik vind hem heel leuk. Hij zit gewoon helemaal perfect. Het is gewoon echt wat ik had verwacht van de top. I like it. Ik vind hem echt heel, heel cute. Deze zie ik mij zeker wel aandoen. Dan heb ik hier rood. Jullie weten van mij, ik hou altijd van rood. En deze top leek mij zo leuk. Als je hem zo ziet, denk je, oh mijn god, wat is dit klein en smal. Hoe pas je hierin? Maar hij stretcht echt letterlijk helemaal mee. Dus daar hoef je je niet druk om te maken. En hij is zo hier helemaal open. Het is geen off-shoulder, maar hij valt wel gewoon heel breed zo op de schouder. Deze leek mij gewoon super, super cute. Het materiaal is gewoon echt katoen. Hij is best wel dik. Het enige wat ik minder vind en wat ik iets minder vind qua kwaliteit. Je kunt echt hier zien dat het gewoon zo heel goedkoop is gesneden. Dit hier is heel dun en je hebt ook hier zo allemaal zo van dat pluis hangen en zo. Dat moet je er dan gewoon afknippen. Kijk, kunnen we het zien wat hier allemaal hangt? Dus ja, de kwaliteit is niet super goed. Dus dat moet je er gewoon afknippen. Maar voor de rest vind ik hem wel heel cute. Ik vind dit echt zo cute. Kijk hoe cute dit is. Dit vind ik ook heel mooi dat je hier zoveel hangt.
huid kunt zien. Dat vind ik heel mooi. Het is geen off-shoulder. Hij moet echt zo tot hier en best wel ver tot aan het einde van de schouders. Dit is ook goud. Dat vind ik wel fijn. Ik vind hem echt super cute. Dit is de achterkant. De kwaliteit is alleen niet zo. Je kunt ook hier achter zien dat er zo van die shit uitpelt en zo. Dus dat is wel iets minder. Je kunt wel zien dat de kwaliteit niet heel, heel goed is. Maar als je gewoon dit er gewoon allemaal zo afknipt, dan is dat ook weer weg. Voor de rest vind ik hem wel echt heel cute. Ik vind dit echt super schattig. Ik hou van rood, dus dit is echt mijn kleur. De knopen kunnen niet open of zo. Dus als je dat denkt, dat is geen optie. Ze zitten er gewoon zo op. Maar ik vind het cute, ja hoor. Dan heb ik hier deze zwarte jurk. Heel simpel, maar heel leuk. Het is gewoon een simpele midi jurk. Hij is gewoon helemaal zwart. Hier zo heb je van die schouderpads. Die het hier zo een beetje zo hoekerig maken. Een klein blokje. En hij heeft een hele hoge split. Kijk, hier is een split. Kunnen we het zien? Hij heeft een hele hoge split. Hij valt tot aan de knie. Het is echt een midi jurk. De kwaliteit is ook gewoon goed. Het is gewoon echt katoen. Hij stretcht ook gewoon een beetje mee. Dit is echt totaal iets voor mij. Ik hou altijd van zwart en van simpel, maar wel mooi strak, dat je mijn figuur gewoon goed kunt zien. Dus dit is echt helemaal in mijn comfortzone en I love it. Oké, jongens, ik vind het echt een hele leuke jurk met hakjes zo. Alleen die split is wel weer hoog. Die had echt wel iets lager gekund. Oh my god. Maar voor de rest vind ik het wel echt een hele leuke jurk. Hij past helemaal goed. De kwaliteit is goed. Lekker dik. Hier heb je zo van die pads. Dat vind ik ook wel leuk. Want het is best wel een simpele jurk. En die pads maken het een beetje apart. Ja, die split is wel echt, echt heel erg hoog. Wat is dit? Maar voor de rest vind ik hem leuk. Ik zou dit zeker wel dragen. Ondanks de split, ik hoop gewoon dat je dan niks kunt zien en zo. Oh my god. Maar wanneer ik loop, gaat de split niet echt omhoog of zo. Het blijft gewoon wel op zijn plek. Dus als het gewoon op zijn plek blijft, dan is het gewoon prima. Maar ik vind het echt een hele leuke jurk. Dit is echt iets wat ik zou dragen. Het is echt helemaal mijn ding. Ook gewoon zwart, daar hou ik van. Ik hou altijd van zwart. I like it. Hij maakt mijn figuur ook echt heel mooi. Dat vind ik echt prachtig. Dan heb ik hier deze super, super leuke panterrok. Panterprintrok. Ik ben nooit echt per se een fan van printjes, maar wel van panter. Panter vind ik gewoon altijd heel leuk staan. Ik vind het ook altijd heel mooi staan met mijn huidskleur. Deze is echt super leuk. Hij valt tot iets over de knie. En ook weer hier heb je zo'n hele hoge split. Hier zo. Dit is een split. Je kunt het niet heel goed zien nu ik het vast heb, maar straks op de aanbeelden wel. Er is echt geen stretch, dus je moet echt je goede maat hebben, want hij gaat niet meewerken of zo. Maar hij is echt super, super leuk. Hij is leuker dan dat ik had verwacht, want ik had verwacht dat het een mini rok was geweest, dus ietsje minder lang. Maar hij is echt gewoon een midi. Hij is gewoon echt lang. En dat vind ik wel een leuke verrassing. Daar ben ik wel blij mee. Dat vind ik wel gewoon heel leuk. Dit zou ik zeker dragen in de zomer. Nou, deze rok is leuk. Ik zie me al helemaal gaan in de zomer zo met deze sleehakjes aan zo. Ik vind het echt cute. Ik vind de split een beetje hoog. De split had ietsje lager kunnen zijn. Ik vind hem best wel aan de hoge kant. Maar al met al vind ik het alsnog een hele leuke rok. Hij zit op zich hier best wel goed. Het had iets strakker gekund. Maar het is oké. Ik pas het gewoon. Achteren is hij gewoon helemaal lang zoals je kunt zien. Ik vind het echt de leukste rok ever. Ik vind het echt heel leuk. Ondanks dat de split wel een tikkietje te hoog is naar mijn smaak. Maar ik zie me echt al helemaal lopen op het strand in de zomer. Met mijn hakjes en alles. Ik vind het echt super cute. Ik heb het nou aan met deze zwarte bodysuit. Maar ik zou hier iets nudes mee aandoen. Of iets wit of zo. Niet zo zwart, want dat vind ik iets te hard of zo. Ik vind dit echt super cute. Super sexy. Helemaal mijn ding. Ik heb hier een two-piece set. Hier heb ik heel lang over getwijfeld of ik die ging bestellen. Want ik was een beetje bang. Ik wist niet of het mij gaat staan en de maat. En zo. Dus ik heb lang getwijfeld, maar ik dacht het is wel leuk ook voor in de video als ik zo'n set bestel, want dan weet je ook weer hoe die kwaliteit gaat zijn. Dus ik heb het gewoon besteld. Het is met zo'n crop top, met zo'n draag erop, zo Japans-achtig. Dat vind ik heel erg leuk. Het is gewoon katoen. Het heeft niet heel veel stretch. En dan heb je hier zo de broek erbij met ook zo allemaal zo van die draken erop. Je had hem ook in het rood, dus dan was hij zo zwart. En alles wat hier wit is, was rood, maar ik ben toch gewoon gegaan voor wit. En hij is helemaal lang tot aan de enkel. En bij de enkels wordt hij zo strak. Ik had meer joggingmateriaal verwacht. Maar het is meer zo van dat dunne materiaal. En hier is zo'n band. Die vind ik wel fijn. Dus die zit zo fijn om je buik heen. Om je waist heen. En maakt je daar dan een beetje snatched. Dus dit is een two-piece set. Die je zo kunt bestellen als set. Oké, dit is dan de set. De top past echt perfect. Het zit helemaal goed. De kwaliteit is ook goed. Echt een dikke stof. Ik vind dit allemaal heel cute. De broek is geen dik materiaal. Het is zo van dat hele dunne
dunne materiaal, zeg maar. Het maakt mij niet per se uit, maar als je echt zo van dat dikke jogging materiaal verwacht, dat gaat dit echt niet zijn. Het is gewoon helemaal lang tot aan de enkels. En dan daar beneden zit het gewoon zo goed vast. Ik vind het best wel een cute setje. Hij past ook gewoon goed. Hier heb je zo'n band die goed aansluit op je lichaam. De maat is gewoon dus echt perfect voor mij. Ik heb ook één accessoire besteld en dat is deze tas. Is deze tas niet echt super cute? Hij is wel kleiner dan dat ik had verwacht. Toen hij binnenkwam had ik iets van, oh, hij is wel wat klein. Maar het is op zich gewoon oké. Het heeft zo dat slangenprint effect of zo. Hij is super glanzend. Zoals je kunt zien, echt de belichting hier glanst er gewoon helemaal zo vanaf. En zo is hij gewoon van binnen. Hij is gewoon zwart. Het is een beetje zwart leer van binnen. Of hij is geen echt leer. Het is gewoon nep leer. En ik vind hem echt cute. Deze zou ik zeker gebruiken. Ik vind het echt een hele goede tas. Ik vind hem heel cute. En dat hij zo klein is, is voor mij niet echt een big deal. Want ik ben sowieso niet echt van de grote tassen. Maar ik had hem gewoon ietsje groter verwacht. En hij is ook gewoon goud. Ik draag altijd goud. Mijn sieraden zijn altijd goud. Dus dat vond ik heel fijn. Ik vind hem echt heel cute. Dan heb ik hier nog een jurk. Deze is echt super sexy. Het is ook super classy. Het is echt classy en sexy. Hij is helemaal zo rood. Van dat zachte velvet materiaal. En hij heeft ook weer een split. De split is ook weer iets te hoog naar mijn mening. Het had iets minder hoog gekund. Maar ik vind hem wel heel fijn. Hij is echt lekker stretchy. Hij stretcht goed mee. En ik vond hem er gewoon heel mooi en chic uitzien online. Dus ik dacht, deze ga ik gewoon zeker erbij bestellen. Oké, deze vind ik ook echt heel mooi. De kwaliteit is echt heel goed. De split kan echt nog net. Wel weer hoog, maar het kan nog net. Hij heeft ook heel veel stretch. Het enige wat ik minder vind is de BH-cupjes. Deze cupjes zijn wel heel klein. Ik heb cup E en ja, het past er niet echt in. Ik heb ook gewoon nou even mijn BH aangelaten. Maar dit zou ik normaal niet doen. Als ik hem zou dragen, zou ik niet zo een BH eronder doen die je helemaal kunt zien. Al met al is hij gewoon wel echt heel leuk. Hij is super sexy. Hij is mooi rood. Hij is ook zo heel zacht. Ook maakt hij gewoon mijn figuur heel mooi. I like it. Ik vind hem echt heel erg mooi. Alleen ja, het enige wat ik dan minder vind is deze cupjes hier. Maar voor de rest is het echt wel goede kwaliteit. En ja, echt wel gewoon mijn ding. Dit is echt wel iets wat ik zou dragen naar een feestje, uit eten in een chique restaurant of whatever. Ik heb hier een hele aparte top. Ook dit is weer zo Japans-achtig, samurai-achtig of zo. Dit is zo'n crop top, maar hij is zo open bij de schouders. Kijk, zie je dit? Hier is hij open. En hier ook. Hier twijfelde ik ook best wel over van ga ik hem bestellen of niet. Maar ik dacht ja, ik ga het gewoon doen. Lekker apart. Dit is niet iets wat ik echt per se zou bestellen of wat mij echt zou aantrekken. Maar ik dacht ja, ik ga ook gewoon een beetje kledingstukken bestellen die niet helemaal per se mijn ding zijn. Gewoon om te zien of ze gewoon gaan staan en ja, of ik ze mijn ding kan maken. Oké, ik voel me echt heel erg Karate Kid of whatever. Het is een beetje karate-achtig, Japans-achtig. Ik vind hem wel heel hoog. Ik had hem niet zo hoog verwacht. Ik had hem ietsje meer omlaag verwacht. Maar oké, het is een hele aparte top. Ook zo met dit zo en alles. Het is echt super apart. Hij past verder gewoon helemaal goed. Dus dat is top. Alleen is hij gewoon wat hoger dan dat ik had verwacht. Ik had hem echt iets lager gewild. Al met al vind ik hem wel leuk. Maar hij is gewoon echt heel erg apart. Dit is niet iets voor iedereen. Maar ik weet ook niet echt waar ik dit zou dragen buiten of zo. Maar het is wel iets wat ik zou dragen als ik zou willen opvallen of zo. Of anders wil zijn. Ik moet wel zeggen, hij heeft echt geen stretch. Dus als je hem past, pas je hem. Als je hem niet past, pas je hem ook gewoon echt niet. Ik vind dit wel leuk. Kan ik hier een beetje een glow doen zo? Dat is wel leuk. Hier heb ik een hele leuke bodysuit van leer. Ik dacht, deze gaat me echt niet passen. Dit soort kledingstukken, echt die maten en die fit en zo. Het zit altijd raar. Het zit nooit goed. Maar hij is echt best wel leuk. Ik dacht, dit is misschien leuk met een blazer of zo. Of whatever. Ik had er niet echt over nagedacht hoe ik dit ging dragen. Ik vind het wel jammer. Nam het corona is allemaal alles dicht. En kan ik dit niet echt dragen. Maar zodra we weer shit kunnen gaan doen, draag ik dit zeker wel naar een feestje. Of gewoon uit. Of whatever. Dus deze leek mij heel leuk. Alfie is ook weer geen echt leer. En hij stretcht best wel goed mee. Oké, deze bodysuit was een beetje een gok. En ik had niet verwacht dat ik hem zo leuk zou vinden als dat ik hem vind. Ik vind hem echt leuk. Hij past ook gewoon helemaal goed. Ik heb geen BH aan. Dat gaat gewoon echt prima. Hij zit helemaal mooi om het lichaam heen. Het is een bodysuit met zo die string fit. Vind ik altijd heel fijn. Dat maakt mij hier goed slank. I like it. De kwaliteit is ook gewoon goed. Het is leer. Het is geen echt leer, obvious. Maar het is gewoon een goede kwaliteit nep leer. Alles zit ook gewoon hier goed vast. Dit gaat niet omlaag of zo. Alles zit gewoon echt goed op zijn plek en zo. Ik vind hem gewoon echt leuk. En dat had ik echt absoluut niet verwacht.
ik vind het echt cute. Met een blazer of zo is het heel leuk. Of een jeans vest, zo'n grote. Ja, ik vind het gewoon echt absoluut heel erg leuk. I like it. Kijk dan even hoe cute. Woo. Ik heb hier nog een soort van crop top in een prachtige bruine kleur. Ik hou altijd van bruin. Het enige wat ik minder vind is dat de rit zilver is en niet goud. Dat vind ik wel minder. Het is niet een echte crop top. Hij is niet heel hoog, maar ook niet heel lang. Het is zo precies in het midden. Hij is lekker stretchy. Ook weer lekker simpel. Ook dit draag ik gewoon met jeans, sneakers. Gewoon als ik naar een vriendin ga of whatever. Hij is ook best wel dik. Het materiaal is best wel dik. En ik vind dit soort shit gewoon altijd heel leuk. Gewoon basic, simpel en echt te dragen met van alles. Nou mensen, dit zit echt helemaal top. Ik vind de kleur echt geweldig. Zo'n bruine kleur vind ik heel mooi. Ik vind het alleen jammer dat de ritsen altijd zilver zijn. Ik had ze het liefst goud gewild. Maar dat is echt nooit. Ik heb hem weer helemaal dicht. Maar ook hier weer kun je hem zo openmaken. Ik vind hem fijn. Hij zit gewoon goed om mijn lichaam heen. Ik vind de kleur heel mooi. De stof is ook gewoon goed. Hij is best wel dik. Maar nog wel gewoon goed stretchy. Dit is echt een top die ik zou dragen. Hij is ook niet te hoog. Hij gaat best wel ver omlaag. En dat vind ik gewoon helemaal top. Dus I like it. En ik ben gewoon heel blij dat hij ook goed strak zit bij mijn buik en zo. Hier heb ik nog iets simpels. Een helemaal zwarte bodysuit. Hier is een rits. Die rits kan helemaal open. Als je dat zou willen. Of gewoon een stukje of whatever. Kijk, nu is de rits open. Het is ook weer gewoon een simpele zwarte bodysuit. Gewoon totaal weer in mijn comfortzone. Deze heb ik toevallig gisteren nog gedragen. Ik vond hem heel fijn. Het materiaal is ook lekker zacht en lekker stretchy. Het is gewoon heel simpel. Maar ook weer gewoon leuk met een rok of met een jeans of whatever. Oké, jongens. De bodysuit zit helemaal goed. Ik heb hem helemaal dicht, maar je kunt hem ook openmaken. Hij gaat echt tot helemaal hier open. Dus je kunt het echt heel sexy maken als je dat zou willen. Hij zit gewoon helemaal goed om mijn lichaam heen. Het enige wat ik iets minder vind is dat het een badpak fit is. Dus het is een bodysuit, maar het is zo'n hele brede onderbroek. En dat vind ik altijd niet zo flatterend voor mijn figuur. Ik heb echt veel liever qua bodysuits. Die slim fit stringachtige bodysuits. Want die gaan dan mooi zo om mijn heupen heen. En zo'n fit knelt mij hier zo af midden in mijn heup. En dat vind ik dan altijd niet zo mooi. Maar al met al zit hij gewoon wel goed om mijn lichaam heen. Maar ja, alleen maar die fit bij de billen vind ik gewoon echt minder. Maar als dat iets is waar jij van houdt, dan vind je het gewoon top. Want ik weet dat niet iedereen van die stringversie houdt. Maar goed, I like it. Voor de rest is hij gewoon heel mooi. En ja, dit is wel iets wat ik zou dragen. En dan last but not least, deze off-shoulder crop top. Ik hou altijd van off-shoulder. Ik vind het prachtig als je zo helemaal zo mooi je sleutelbeen hier kunt zien. En je schouders en zo. Dat vind ik altijd heel sexy, heel mooi. En dit is gewoon een simpele zwarte off-shoulder crop top. Ik dacht weer gewoon, ik bestel ook weer gewoon iets simpels. Wat ik echt gewoon zou dragen en zo. En dit leek me wel leuk. Het is gewoon katoen. Lekker stretchy ook weer. Dus het zit gewoon mooi om je lichaam heen. En dit leek mij gewoon iets simpels voor in mijn kast. Oké, dit is een hele simpele trui, maar wel heel leuk. Ik hou altijd van off-shoulder. Dat vind ik altijd heel vrouwelijk. Heel sexy. Hier is hij een beetje groot, maar het kan nog net. Dus dat is wel top. Dit is de achterkant. Het is gewoon een cliché simpele off-shoulder top. De kwaliteit is ook gewoon goed. Hij zit ook gewoon hier goed vast. Hij zakt echt niet af. Hij zit helemaal goed vast. Ik heb mijn BH gewoon zo omlaag gedaan. Mijn BH-bandje. Dus ja, I like it. Ik vind het wel leuk. Ondanks dat dit hier een heel klein beetje te groot is. Ik had dit het liefst iets strakker gewild, maar het kan allemaal nog wel. Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn Zavool shoplog. Wat vinden jullie ervan? Laat me weten beneden in de reacties of je dit soort video's leuk vond. Qua kwaliteit, dit was dus de eerste keer dat ik bij Zavool heb besteld. Het is echt een beetje AliExpress kwaliteit. Dus iets slechtere kwaliteit. Shein heeft altijd wel iets betere kwaliteit. Ik vind dat altijd de betere versie van AliExpress. Maar Zavool lijkt qua kwaliteit meer op AliExpress. Het is iets slechter dan Shein kwaliteit. Al met al vond ik dit wel gewoon leuke kledingstukken. Het is allemaal super goedkoop ook. En dat vind ik gewoon altijd fijn. En ik heb ook een leuke kortingscode voor jullie. Dus je hoeft nog minder te betalen. De prijzen worden nog lager. Dus dat is ook altijd top. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!